Het knalt al aardig vandaag. We maken ons op voor de jaarwisseling. Ik heb vorige keer ongeluk gehad. Ik had nog één goed oog. Dan zou het niet nog een keer gebeuren, maar voor de zekerheid zet ik nog toch wel een brilletje op. Definitief dicht de Bijenkorf in Arnhem. En het TV Gelderland Nieuws houdt op te bestaan. Goedenavond. Op de laatste dag van 2013 is dit het nieuws. Ja, het is begonnen. De meeste mensen hebben een gezellige avond of een feestnacht voor de boeg. Maar hulpdiensten staan op scherp. Rond de jaarwisseling zijn er altijd veel incidenten. Soms zijn het dronken feestvierders, maar vaak ook vuurwerkslachtoffers. Sinds gisteren komen er al verschillende meldingen van gewonden door vuurwerk binnen. In Barneveld raakte een jongen van 16 ernstig gewond aan zijn hoofd tijdens het karbietschieten. In Terborg raakte een jongen van 12 een deel van zijn hand kwijt bij het afsteken van vuurwerk. En in Zutphen, daar is verslaggever Annemieke Schakelaar in de brandweerkazerne. Ja, Annemieke, hoe bereiden ze zich daarvoor? Ja, nou, de politie laat zich nooit zo erg in de kaart kijken hoe ze zich voorbereiden. Maar die hebben natuurlijk altijd de ME achter de hand en zijn extra alert. Want het is een bijzondere nacht. Je hebt natuurlijk de combinatie van veel mensen op straat, veel kinderen ook. Toch veel drank en dat vuurwerk, dat maakt het natuurlijk tot een risicovolle nacht. Ik ben hier op de brandweerkazerne in Zutphen met Rob Nederhoofd van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. Zet u nou ook veel extra mensen in op zo'n nacht? Nee, we zetten niet extra veel mensen in, maar uiteraard zijn we wel voorbereid. En het materiaal wat we hebben, kunnen we inzetten. En ja, er kunnen nu eenmaal niet meer mensen in de brandweerwagen dan zitplaatsen. Dus extra mensen is niet nodig. Gewoon een normale uitgaansavond heeft u dezelfde bezetting? Ja, eigenlijk zijn we elke dag voorbereid op alles wat zou kunnen gebeuren. Nou is het natuurlijk dat niet iedereen even enthousiast is als u eraan komt. Want er zijn natuurlijk om middernacht veel vreugdevuren. Er is nogal wat drank in de man. Hoe bereidt u zich daarop voor? Nou, het is zo dat wij komen niet om de feestvreugde te verstoren. We treden ook alleen maar op als het echt gevaarlijk is. Als er gevaar dreigt, dan moeten we wel. En we proberen dat met beleid te doen. We komen niet rozen, maar we gaan wel in overleg. En we kijken hoe de sfeer is en proberen eigenlijk per geval te bekijken van hoe het handigst is om op te treden. Dus een goed vuur mag best even uitbranden. Ja, als het verder geen gevaar is voor mensen of omgeving, dan zullen wij de laatste zijn die zeggen van en het moet rigoureus uit. Nee, we kijken echt wel hoe de situatie is. En voor de brandweer maakt het ook uit wat voor weer het is. Voor vannacht is regen voorspeld en dat maakt altijd dat mensen sneller naar binnen gaan, dat vuurwerk niet meer uitgaat of niet zo goed brandt. Wat het ook volgens de brandweer gevaarlijk maakt, want dat betekent dat er morgen heel veel niet ontploft vuurwerk te vinden is. Dus pas daarvoor op, kinderen, als jullie dat morgen gaan zoeken. En er wordt ook dit jaar extra geïnventariseerd op geweld tegen hulpverleners. Dat is echt een speerpunt, ook vanuit het ministerie. Inventariseren, te kijken hoeveel daar gebeurt. En er wordt natuurlijk met een scherp oog gelet op die gemeenten waar het vaak misgaat in Gelderland. In het rivierengebied, in Waardenburg en Brugge bijvoorbeeld. Of in Uddel en bepaalde wijken in Apeldoorn en Arnhem en Nijmegen. Dat wordt echt wel extra in de gaten gehouden vannacht. Annemieke Schakelaar, dankjewel. Ja, sinds 10 uur vanochtend mogen we vuurwerk afsteken. Voor de een is al het geknal verschrikkelijk. Maar voor de ander is het vandaag de mooiste dag van het jaar. Maar dat vuurwerkfeest is niet zonder gevaar. Manuel krijgt er geen genoeg van. De laatste weken denkt hij aan weinig anders dan het aansteken van lontjes. Wat leuk maakt zelf afsteken en het is een hele mooie show natuurlijk, hè? Waarschijnlijk is het de komende nacht op veel eerste hulpposten in de Gelderse ziekenhuizen snel over met de vuurwerkpret. Ja, doe maar. Manuel weet er alles van. Tijdens de vorige jaarwisseling raakte hij half blind aan één oog. Een paar minuten na de klok van 12 ging het mis. Heb je nou zoiets van, nou voor mij hoeft het niet meer het vuurwerk? Of... Nee. De auto nieuw zonder vuurwerk is voor mij geen auto nieuw. En hij meende het echt. Als je gewoon goed uitkijkt, kan er niet veel gebeuren. Ondanks zijn halfblinde oog en de speciale contactlenzen die hij nu heeft, is hij vandaag volop aan het knallen. Ja, maar ja, als jij van een paard valt, van de fiets of een ongeluk krijgt, dan stap je ook weer in of stap je weer op, hè? Nee, ik ben er niet bang voor geworden. Nou, ik heb gebeden dat het niet verkeerd gaat, maar ik heb zijn vader geroepen.
Want ze waren natuurlijk overleden. Ik zeg, hou hem in de gaten. Dus. Ik vind het zo leuk om vuurwerk af te steken. En als er een ongelukje gebeurt, dan ga ik niet meteen stoppen. Toch heeft Manuel zijn lesje wel geleerd. Want hip vindt hij het niet. Maar de vuurwerkbril houdt hij tot het laatste lontje op zijn neus. Ik heb nog één goed oog. En of het dan wel cool is of niet, dat zou mijn borst wezen. Maar ik heb maar één oog die goed is. Dus voor de zekerheid zet ik nog toch wel een brilletje op. Ja, de politie en de artsen die waarschuwen om voorzichtig te zijn met vuurwerk. De meeste slachtoffers raken niet gewond door hun eigen vuurwerk, maar dat van een ander. En dan de droom van de 9-jarige Amira, de winnares van Holland's Got Talent. Die droom komt uit. Het Nijmeegse meisje mag met André Rieu optreden op het Vrijheidhof. Dat maakte André Rieu gisteravond zelf bekend. Eerder gaf hij al een masterclass aan Amira. Het meisje verbaasde iedereen met haar optreden als operazangeres in het televisieprogramma. Een filmpje van haar auditie ging de hele wereld over en werd zelfs door de CNN uitgezonden. Vandaag was het dan zover. De Bijenkorf was voor de allerlaatste keer open. Het luxe warenhuis is sinds 1975 in Arnhem gevestigd. En nu komt de Primark in de enorme winkel. En zo'n laatste dag, hoe kan het ook anders, is natuurlijk altijd de run op de koopjes. Ik ga even een kop koffie en even kijken of de kortingen hoog zijn. In Arnhem zijn we sinds 1975 actief. En dit is echt de laatste dag dat we hier open zijn. Ik kom hier denk ik toch al een kleine 20 jaar minimaal. Vroeger naar de kapper, maar die is ook weg. En normaliter voor kleding, huishoudelijk, een boek. Het zal altijd een hele goede boekenafdeling moeten zeggen. Dus dat ga ik wel missen. Ik denk dat zowel voor de klanten als voor de medewerkers het een trieste dag is. We sluiten vandaag het filiaal in Arnhem en in Enschede en dat doet pijn. Ik tel 1, 2, 3, 4 tassen. Ja. Toch nog geslaagd? Ja, en ik kwam voor koffie met plakkeek, maar het werd er iets meer. Ik word een beetje kriebelig van daar al die mensen lange rij bij de kassa, dus is niet waar. Het is graaien en grabbelen wat je wilt, het is wel een zootje binnen. Vind je het jammer dan dat de Bijenkorf dicht gaat? Ja, heel jammer, ja, zeker. En nu ziet hij alleen nog maar de beelden. Zometeen is het met geluid. Karbietschieten vanuit Gaanderen. Het Arnhemse ex-raadslid en voormalig wethouder Martin van Meurs is in hoger beroep veroordeeld tot 10 maanden celstraf omdat hij kinderporno op zijn computer had. Van Meurs werd eerder ook al veroordeeld voor kinderporno. Hij moest toen een jaar de cel in. Het stadsfeest in Doetinchem is gered. Het feest krijgt 24.000 euro van de gemeente en gaat daardoor niet failliet. De organisatie kwam in de problemen nadat er in september bijna 90.000 euro werd gestolen. Een deel daarvan werd teruggevonden. Als de rest opduikt, wil de gemeente Doetinchem haar geld ook weer terug hebben. En de volleyballers van de volleybalvereniging Harderwijk hebben vanmiddag een wereldrecord gevestigd. 24 spelers hebben in sporthal De Siepel de langste volleybalwedstrijd ooit gespeeld. Maar liefst 100 uur. Het oude record stond op 85 uur. De opbrengst van het evenement gaat naar KWF Kankerbestrijding. Opnieuw een bijzondere order voor keramiekfabrikant Wienerberger uit Zaltbommel. Het bedrijf mag opnieuw dakpannen leveren aan de sultan van het Maleisische Johor. Het bedrijf leverde eerder al 100.000 groen geglazuurde dakpannen voor een paleis van de sultan. En nu worden er in Zaltbommel 135.000 dakpannen voor een ander paleis gemaakt. Karbietschieten. Voor sommigen is het een traditie die helemaal bij oud en nieuw hoort. En met één melkbus is er al weinig spannends meer aan. In Gaanderen doen ze het met 40 melkbussen tegelijkertijd. Het ei
einde van 2013. Een groep vrienden doet het Achterhoekse Gaanderen schudden op zijn grondvesten. De toegestroomde nieuwsgierigen nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om de trommelvliezen te behoeden voor letsel. Wie heeft gezegd dat dat moest? Mama en papa. Papa en mama hebben ze niet op, hè? Nee. Wat vind je daar eigenlijk van? Raar. Jij ook niet. De een heeft gehoorbescherming, de ander een gehoorapparaat om maar niets aan decibellen te hoeven missen. Nou, dat knap behoorlijk hoor. Boah, ik kan goed horen met die dingen. Ja, dan iets heel anders, want ons dagelijks nieuwsprogramma gaat op de schop. Blijf kijken, want zometeen na het weer ziet u wat er vanaf morgen allemaal anders wordt. Ja, we gaan namelijk eerst naar het weer met Oudejaarsnacht, maar natuurlijk ook het begin van het nieuwe jaar. U krijgt het vandaag van Casper Hoodse. Een staaltje huisvlijt hier achter mij op de weerfoto, maar wel eentje die wat zegt over het weer. Want wat zien we? Ja, een oliebol. Maar daarachter, je moet er maar aan denken, een spiegel. En die spiegel reflecteert dan weer de lucht. In de lucht gaf wolkenvelden, maar ook af en toe blauwe plekken met een beetje zon vandaag. En het was een groot deel van de dag droog, dus die poedersuiker blijft liggen. Rond de jaarwisseling is het andere koek, want dan komt er een regenstoring dichterbij die nattigheid gaat geven op steeds meer plaatsen in Gelderland. Dat is dit exemplaar en waar het vandaag een groot deel van de dag op veel plaatsen toch wel droog was, zien we hier deze storing verder terrein winnen vanuit het zuidwesten. En op steeds meer plekken in de loop van de avond regen. Misschien dat het op sommige plekken nog wel droog is bij de jaarwisseling zelf. Grootste kans erop in het oosten van de provincie, maar vrij snel wordt het dan ook daar gewoon wel nat. En veel andere plekken zijn dus ronduit nat tijdens de jaarwisseling. De wind blijft doorstaan, windkracht 3 tot in open gebieden 4. En de temperaturen die dalen op zich niet heel ver. Maar warm zal het zeker niet aanvoelen met het windje en de opkomende regen. Nou, dit is voor later morgen richting de avond. Daarvoor uit zien we juist morgen weer een grotendeels droge dag met af en toe tussen wolkenpartijen door, soms ook wel even de zon. Na misschien nog wat laatste spatten die via de Achterhoek moeten wegtrekken tijdens het donkere deel nog van de ochtend. Maar het lichte deel van de dag is toch droog en dan zien we einde middag en avond vanuit het westen weer een nieuwe regenzone binnenkomen zetten. Temperaturen morgen komen uit rond 8 graden bij een matige windkracht 4 uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. En in de avond gaat die aantrekken naar windkracht 4 tot 5 en wordt die sterk vlagerig. Goed, op de langere termijn blijft het wisselvallig met temperaturen ruim boven normaal voor de tijd van het jaar. En dit was het allerlaatste TV-nieuws vanuit deze studio. Vanaf morgen ziet u ons namelijk in een nieuw jasje. In het nieuwe jaar krijgt u iedere dag van ons Gelderland Vandaag. Op de achtergrond wordt nog druk geoefend om te zorgen dat het programma vloeiend loopt. Vanaf morgen ziet u niet alleen nieuws, maar ook achtergronden. Niet alleen qua lengte, maar vooral ook qua inhoud. We gaan het hebben over wat mensen bezighoudt, wat mensen raakt, wat nieuws betekent voor mensen. Maar dus ook vooral het waarom van nieuws. Dat gaat dus echt wel veranderen. Gelderland Vandaag brengt niet alleen de waan van de dag, want die kom je overal al tegen. Via Radio Gelderland, via onze site, via de app, 24 uur per dag. Maar naast dat belangrijk is, is ook de duiding en de achtergronden van het nieuws zijn van belang in die hele snelle wereld. Dit nieuwe nieuwsprogramma moet in die behoefte voorzien. Een nieuw jaar, een nieuw jasje, maar met bekende gezichten. Ja, morgenmiddag om 1 uur ziet u een extra uitzending. Zijn er incidenten tijdens de jaarwisseling of blijft het rustig in Gelderland? Onze verslaggevers houden het voor u in de gaten. Ik wens u een heel mooi oud en nieuw en heel graag tot in 2014.